Jerry Rot, dan kom je voor de tweede keer in korte tijd richting de Kuip. En dan ga je er met 4-1 af. Ja, maar wat voor gevoel sta je hier dan? Ja, met een rot gevoel. De wedstrijd is dan gespeeld. Weer puntenverlies. En ja, het is gewoon een klote gevoel. Verlies is altijd kloten. Dus ja, ik denk dat we als team met een klote gevoel naar huis gaan. Nou, voor jou als spits lijkt me helemaal lastig, want je kreeg nauwelijks ballen eigenlijk. Ja, het was meer tegenhouden. En in de counter vaak ballen naar voren schieten. We waren weinig aan het voetballen. En dan is als aanvaller heel lastig om in de wedstrijd te komen en een goede wedstrijd te kunnen spelen. Dus ja, het was voornamelijk verdedigen vandaag. Wat voor jullie ook wel extra lastig was, de eerste keer toen jullie hierheen kwamen, was de selectie eigenlijk compleet. En dan zit je nu met zoveel blessures. Dat is eigenlijk ook wel een beetje ongelukkig, hè? Ja, zeker ongelukkig. Maar ik denk alsnog dat ze gewoon nog een goed elftal hadden staan. En ik wil niet de schuld geven aan de mensen die afwezig waren. En ja, zat er vandaag gewoon niet in. Ja, je staat nu tegenover mij, je bent 20 jaar, maar je bent bijna 2 meter. Kan je eens vertellen wat je allemaal eet? Ik denk dat ik gewoon heel normaal eet, net als iedereen. Maar ja, ik ben snel gegroeid. Dus ik weet niet waardoor het komt. Ja, dat is misschien ook wel een reden dat ze jou naar Engeland hebben gehaald. Heb je nog veel contact met Leeds United? Ja, het valt best wel mee. Ik heb niet heel veel contact en doe gewoon hun ding en ik doe mijn ding. En probeer zo goed mogelijk te ontwikkelen. En dan zullen we wel zien wat er gaat gebeuren volgend jaar. Ja, wat de tijd brengt, maar jij bent daar denk ik ook naartoe gegaan met een soort Engelse droom misschien om daar door te breken. Ja, zeker. Het is het eerste jaar niet gelukt. En vandaar dat ik nu verhuurd ben om gewoon blijven ontwikkelen en veel te kunnen spelen. En mijn Engelse droom is er nog altijd en mijn contract loopt nog. Dus we zullen zien wat er komt.